Superleuk dat je kijkt naar onze speciale React to All-Stars serie. In deze serie reageren oude spuiten- en slikkenpresentatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Filemon Wesselink het item terug, waarin hij flink gaat blowen met cannabisambassadeur en beroepshippie Armand. Nou, dan gaan we nu blowen. Daar blijft drugs testen cannabis. Want Nederland is natuurlijk het land van de weed. Ik bedoel, mensen komen over de hele wereld hierheen om in de beruchte coffeeshop lekker schoon te worden. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Dit was ook wel een drug die ik al eerder gebruikt had. Straks ga ik blowen met de enige specialist in Nederland, beroepshippie, zanger, Ben ik te min, Armand? En het stond wel bekend om de hoeveelheid cannabis die hij gebruikte. Nou, dit is Ruigoord, een bijna uitgestorven hippiedorp onder de harsrook van Amsterdam. En in die kerk is, als het goed is, Armand. Dus we verzonnen bij de druk dan een soort goede omgeving. Ze ging coke gebruiken bij de talkshow van Bo. En blowen dan met muziek en een soort kunstenaar. En paddo's helemaal in de natuur. En zo dachten we heel goed na over van wat is nou de goede omgeving. Ja, en dan was je daar en dan nam je het en dan ging het vanzelf eigenlijk. Ik ben vanochtend al naar de coffeeshop geweest. Ja. Ik heb allerlei dingen gehaald. Mm-hmm. Om een jointje te roken. Maar ik dacht wel van ja, ik ga echt even flink doorblowen, want ik was natuurlijk wel een beetje gewend. Maar ik had wel zoiets van, ik moet het wel echt zo puur en zo heftig mogelijk voelen. En gelukkig deed die Armand die deed hartstikke goed mee. Hij is ondertussen overleden, helaas. Je hebt gezien hoe ik het deed, hè? Ja. Flink, hè? Kom, trekken. U, dat bent u. Dat kunt u nu wel zien. Neem nu een trekje en tel dan tot 10. Okay. Met een joint kom je binnen op een vliegend tapijt. En met dit is het alsof je uit de kanon geschoten wordt, weet je wel. Ja, Armand die kreeg tijdens dat item echt een praatkick. Die bleef maar doorlullen en lullen en lullen. En ik was hartstikke stoned, dus ik kon echt, nou ja, misschien 1/6 volgen van wat hij zei. Maar op een gegeven moment dacht ik echt, wat lult die gast toch? Ik ben er helemaal gek van. Oh. Ik voel het nu wel echt nu ik ga staan. Of ik in 3 kwartier of zo een nummer kan maken. Nummer 1 hit. Ik rook een sticky. Niet een dunne, maar... Grappig, ik had mijn elektrische piano meegenomen. Ze gingen met z'n tweeën gingen we een liedje maken. En als je dat dan aan het maken bent en je bent stoned, dan denk je, nou, dit is echt gewoon de nieuwe hit. De nieuwe 32 jaar. Of De nieuwe dromen zijn bedrog. Waar ik zit het nu terug te luisteren en denk je, oh, wat ontzettend slecht. Ja. Marihuana, marihuana. De zingers met ons mee. Het is wel lekker om dan muziek te maken, dat kan ik me nog wel herinneren. Alles wat je doet klinkt gewoon goed. Maar ik blowde al wel eens vaker. En dat ik op de kunstacademie deed het ook wel eens. En als je zo s'nachts was je een schilderij had maken, denk je, dit is helemaal te gek. En dan kwam je de volgende ochtend weer op de academie, denk je, dat is gewoon prut. Ik heb gelijk prullenbak in gemieterd. Draaien en zo. En ja, gewoon wazig. Wat vroeg je? Ik merk echt dat mijn geheugen echt niet... Wat was de vraag nou? Groovy, man. Ja, hit up. Roll another one. Echt gezellig in de kregen. Ja. Je hoort ook wel zo van vreetkick. Ja, vreetkick. Ook naar de optredens en zo. En dat heeft de kapitaal gekost, want ik had alleen maar 4 en 5 sterren hotels, weet je wel. Maar ik heb geleefd aan die tijd. Kijk, ik had een jaarkaart. Toen heb ik dat ook gedaan. Want ik reed er nog. Ja, nou kan je niet meer blowen in de trein, dus noise next maar aan. Dat is wel echt leuk als je... Bijna nooit bloot en je doet het wel eens, dan moet je natuurlijk wel echt heel hard lachen. Maar ook al moest ik heel hard lachen, je ziet eigenlijk gewoon ja, iemand in zijn gezicht te lachen. Dat interesseerde me ook helemaal niet. Hij bleef gewoon doordullen. Bleef gewoon doordullen. Oh, ik voel me wel echt stoned. Ja, dat moet onderhand. Weet je wat je opgerookt hebt? Best wel veel, toch? Oh man, dat deden wij vroeger 3 weken mee. Echt? We namen een druk en dan gingen we filmen. Dat was het eigenlijk.
Dat zo puur mogelijk. Daar waren we wel altijd mee bezig. Want het moet zo puur mogelijk. Het was het allereerste seizoen van Spuit en Slik, echt het allereerste. Dus wij hadden een lijst met de drugs die het meest gebruikt werden in die tijd. Dus dat was, ja, dat waren echt de hele bekende dingen, zoals cocaïne, cannabis, amfetamine, speed genoemd. Daar hadden we een rijtje van gemaakt en die gingen we allemaal gebruiken. Maar wij wisten toen niet dat er meerdere seizoenen zouden komen of dat het een lange titel... Ja, we gingen gewoon de meest voor de hand liggende dingen gebruiken. En daar zochten we dan een leuke omgeving bij. En dan gingen we los.